Sigrid Kaag heeft andere dingen aan haar hoofd. Ja, Leeuwen, ja, ja, ja. Kussens, toch? Al 5 jaar. Ja, wat was ze aan het doen tijdens... Ja, kussens bestellen. Ze was aan het kussens bestellen. Ja, zoals kun je hebben gekregen al een appje. Ja, jij kreeg hem ook, hè? Ja, ik kreeg hem ook. Ja, tijdens de gesprekken staat ze andere dingen te doen. En hoe reageert ze erop? Oh nee, ik heb er vandaag niet gesproken. Maar ja, het gaat alleen nog maar over kussens en jeneverborrels in Den Haag. Afschuwelijk. Alleen maar over de inhoud. Afschuwelijk. Ja, ja, erg, hè? Van de week nog Remkes die dan 2 borrels had gedronken gelijk in de staat. Dat is voor zijn doen is dat helemaal niks, nee, toch? Dat is het publiek geheim, toch? Want daar, nou zo, daar begint hij vanochtend mee, toch? Ja, zeg, ik bedoel, het zijn ook 2 borrels, eentje voor en eentje na het eten. Ja, toch, hè? Toch doe jij toch ook? Nou. Nee. Alhoewel, op tijd zou het best lekker zijn. Voor en na de uitzending. Ja. Nee, ook dat niet. Was dat maar weer ook. Maar goed, nieuw elan. Dus dat is het goede nieuws. We krijgen een nieuw, ander kabinet. Nee, ik heb niet het is een multitaskend minister. Met andere mensen. Dat is niet zo gek trouwens, jongens. Want er waren er al hoeveel? 12, 13 vertrokken. Vertrokken. Dus ja, het is wel logisch dat we dan een paar nieuwe mensen in het kabinet krijgen. Dat zei, in het bedrijfsleven lag iedereen eruit als je na 198 dagen op hetzelfde punt uitkomt. Ja, op hetzelfde punt uitkomt. Ja, goed punt. Ja. Maar en het blijven er ook wel een paar zitten al. Dat is ook wel het mooie nieuws. Er zijn ook al nieuwe mensen gekomen die er ook blijven zitten waarschijnlijk. Ja, er zijn er een paar die nog een rondje door willen. Vuilbrief van Financiën. Ja, maar die staat er ook wat later natuurlijk. Ja. Die denk ik pas later ingestroomd. Ik vind het ook heel erg leuk. Ja? Ja, Knops, weet je wel, van de Binnenhofverbouwing. Ja. Die vond ik ook heel erg leuk. Ja? Dus die wil ook nog door. Serieus? Ik denk dat Rutte ook wel een rondje doorgaat. Ja, hè? Rutte nee, wel. Nee, nee, Mark niet. Rutte heeft geen leven. Mark wil niet door. Nee, die wil stoppen. Wil ook heel graag op Financiën. Publiek geheim. Ja. Wat gaat Kaag doen? Hè? Zoals je dan in de Kamer gaan zitten, nieuw leiderschap. Wat denk jij? Ja, ik denk niet als Rutte en Hoekstra in het kabinet gaan zitten, dan eigenlijk vind ik dat ze dan in de Kamer moet gaan zitten. Nou, als maar zij, doet ze denk ik niet. Als ze in het kabinet gaat zitten, ik denk dat ze inmiddels toch wel door heeft dat als je bij Rutte in een kabinet zit, dat je uitblust. Dus als ze slim is, gaat ze aan de overkant zitten. Ja, daar ben ik het dus helemaal met je eens. Ik zal het haar vragen. Volgende week. Ze gaat even een weekendje kussens kopen. Kussens neerzetten. Nee, maar en zijn er ook wel echt andere mensen. Sander Dekker, dat is natuurlijk een van de laatste overgebleven VVD'ers met Stef Blok. Ja, dat is best wel een close friend van Mark Rutte. Ja. Dat die ook nog wel een rondje doorgaat. Stef Blok stopt, hè, hoor ik straks op de radio. Ja, dat heeft hij al echt 100.000 keer gezegd. Ja. En ook in 2017. Oh. Maar dan uiteindelijk komt hij dan toch altijd terug. Ja, toen hij hem nodig had, is hij teruggekomen, zegt hij. Dus het is maar de kans is groot dat Rutte hem binnenkort weer nodig heeft. Ik kan niet uitsluiten dat er nog een keer een VVD'er opstapt. Ja. Heb je niet gevoel gehad, Sofie, toen dat zo ging, dat je eigenlijk gewoon stoppen wil met je werk? We hadden zo straks over columns die uiteindelijk altijd op hetzelfde neerkomen. Nu gaan we met een kabinet verder, na 198 dagen. We zouden nieuw leiderschap krijgen. We zouden helemaal anders aan gaan pakken. De linkse partij hield elkaar vast. Die zouden het dan met z'n tweeën ook bij. Ik zou het niet leuk meer vinden. Ik zou er gek van worden. Ja, nee, ik ben stop met mijn werk. Voetbalwedstrijden bespreken, dat is natuurlijk heel anders. Die zijn altijd anders natuurlijk, maar hè? Ja, maar ik had echt klapperende oren. Dat ik echt dacht van, echt waar? Echt waar? En geloven jullie het zelf? En dat je het dan presenteert als nieuw? Hmm. Dat vind ik het allerknapste. Als dit is een nieuw begin. Ja. En dat je dat geloof je toch niet? Dat had ik heel erg. Maar ik denk iedereen in Nederland, toch? Dat geloof je toch zelf niet? Behalve dan de parlementaire journalisten die het elke avond weer op tv uitleggen dat het nu echt anders gaat gebeuren. Ja, Wouter de Winter zat gisteren voor het eerst niet bij Eva Jinek. Die was waarschijnlijk ziek of zo. Of die moest naar de ouderavond. Maar normaal gesproken zit hij er altijd. Maar, nee, maar en ook die dingen, hè, zoals weet je wel, een klein regeerakkoord of een programma. Ja. Dat is toch ook iets wat we in het verleden wel. Hoe vaak is dat dan niet geroepen? In de geschiedenis. Kijk wat er bij Rutte 3 is gebeurd. Een gigantisch programma waarin toch wel... We zouden toch een 2.0 Mark Rutte krijgen. Geef me nog een nieuwe kans. Ik ga een nieuwe Mark Rutte laten zien. Dat was toch het idee? Nou, weet je, het zou hem nog kunnen lukken ook... ons dat te laten geloven. Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar... Hij kan het zo brengen dat iedereen het gaat geloven. En dat iedereen hem het voordeel van de twijfel geeft. Je hebt hem gezien misschien vorige week in de Algemene Politieke Beschouwing. Ja. Toen stond er echt een Mark Rutte. Die zei, we gaan tientallen miljarden aan klimaat uitgeven. En die tegen Jesse Klaver zei, ik vind u zo aardig. Ja, ik weet niet of dat nou oprecht was. Maar die echt een soort van beweging maakte naar die linkerflank. Of naar de iets progressievere flank. En hij kwam er mee weg. Het kostte 2 miljard euro. Nou, maar dat is toch niks? Er zit 48 miljard in de corona. Dus die 2 miljard kunnen er ook nog wel bij. Het is helemaal niks op een begroting.
Nee, en er is ook, er komt nog veel meer geld natuurlijk. Er is geld zat. Dat geld klotst tegen de plinten. Maar dus D66 is eigenlijk de grote verliezer in het hele spel. Die wilde toch veel meer over links en met die twee partijen erbij. En die moeten nu zelf door. En die, als er nu tussentijdse verkiezingen zouden komen, zouden ze dat stemmen kosten, denk ik. Ja, en hoe gaan ze die beloftes waarmaken? Want die speech van Kaag staat ook in. Hè? Dat wordt het grootste onderwijspartijprogramma ooit. Dat roepen ze natuurlijk ook elke keer. Hoe ga je dat vastleggen eigenlijk? Met toch een beetje een rechtsmeerderheid in de Tweede Kamer. In een dualistisch en een heel klein regeerakkoord. Hoe ga je dat echt binnenslepen, die beloftes? Dat is en voltooid leven, regenboogakkoord, Gert-Jan Segers. Ja. Hoe ga je al die beloftes die je hebt gedaan aan je kiezer waarmaken? Niet. Als het niet lukt, dan ben jij de grote verliezer. Dan beginnen ze en dan krijgen we een aantal parlementaire enquêtes, toch? Een stuk of drie. Ja. Groningen, sowieso is het een tussenkabinet. Ja. Hè, dat wordt geschat, gaat misschien 2 jaar zitten, volhouden. Ja, hooguit. Ja. Dat is een beetje het idee. Toeslagenaffaire. Op een van die parlementaire enquêtes gaan ze toch sneuvelen? Toch? Of niet? Dat is wel de verwachting. Ja, maar dat maakt niet uit. Dan kun je maar gewoon wie wordt dan de grootste? Stel dat ze sneuvelen. En dan? Dan gaan ze gewoon door. Wie wordt dan de grootste? Waar is de opvolger van Mark Rutte? Ja, ik weet het ook niet, jongens. Maar we zitten met z'n allen naar te kijken. We drinken de glas, doen een plas, zoals dat jij schrijft. Dat was de eerste zin van mijn column en de laatste. Blijft zoals het was. En we laten het gewoon met z'n allen gebeuren. Ja, niet dat we kunnen roepen, stoppen. Hey, ik heb er niet op gekozen. En wat weet je? Waar heb jij voor gekozen dan? Nou, wat ik niet snap, is dat hier 198 dagen naar gelul is geluisterd. En dat er geen enkele parlementair journalist heeft gezegd van... het is schandalig dat ze niet op rechts kijken. Het is schandalig dat ze niet naar Geert Wilders kijken. Ook aan de andere kant zijn er mensen gekozen. Je hebt, vind ik, op zijn minst de verplichting om te praten met elkaar. Ja. En ik vind ook dat je als journalist... die ministers ter verantwoording kunt roepen. Dus jij als je zegt, elke avond sowieso praten met Geert Wilders... maar dan moet hij bijvoorbeeld uit Europa moet hij overboord gooien... migratie moet hij overboord gooien. Ga eerst eens met hem praten... en dan zul je zien hoe makkelijk hij dingen overboord gaat gooien. Dat denk je echt? Ja, dat denk ik echt, want ze gooien alles overboord. Ze gaat zometeen ook van alles overboord gegooid worden. Gaat Geert Wilders veel overboord gooien, denk jij, Sofie? Vandaag, maar hij wil alleen maar nieuwe verkiezingen. Wilders wil niet praten, die wil nieuwe verkiezingen. Maar die krijgen we niet. Daarom is Kaag overboord overstag gegaan... Want als we een nieuwe verkiezing hadden gehad, was Kaag gewoon weggecijferd. En dan was de VVD weer de grootste geworden. Ja, maar wat is dan nu de oplossing met Geert Wilders gaan praten? Nee, dat is voorbij. Maar dat de afgelopen 198 dagen Wouter de Winter niet elke avond op tv zijnde gezegd heeft... Hey, het domste wat ze nu niet doen en het meest ondemocratische maar ik bedoel, wij hebben het bij ons in de uitzending... want Johan Derks roept het bij ons steeds in de uitzending. Maar hoe zie je dat dan voor je? Jij denkt echt dat Wilders hele essentiële... Wat jij nu zegt, is getheoretiseer. Ga tuurlijk eerst eens is praten het en dan zie je wat eruit komt. Misschien gaat die man hartstikke mee. Je weet het niet. Je hebt niet eens... Die kiezers van Wilders heb je niet eens de kans gegeven... om Wilders zich te laten positioneren. Praktisch heeft ze gelijk, hè? Ze hebben wel de zorgsalarissen 1,5% verhoogd. Dat is niet genoeg. Maar daar zijn ze Wilders toch een beetje tegemoet gekomen. 1,5% afgelopen week. Schandalig. Ik zou er niet van kunnen rondkomen, weet ik zeker. Maar goed, dit wordt dus gewoon binnenkort formeren. En is klaar. En is het nieuw kabinet. En dan gaan we weer door. Dus, Nou, je kan nog wel even duren, toch? Echt waar? Ja. Na 198 dagen? Ja, denk je dat? Ze zouden even doorpakken wezen, toch? De verkiezingen. Dat worden nog best wel ingewikkelde gesprekken, denk ik. Oh. Over de inhoud, langs de lijnen. Dat kunnen ze zich toch niet permitteren? Nog langer hierover lullen? Nou, ik weet je, er zijn ontzettende grote de hele toeslagenaffaire, weet je wel? En de hele fiscale stelsel moet op de schop. Ja. Nou, dan hebben we nog de arbeidsmarkt. Dat gaat ook nog 10 jaar doormodderen worden natuurlijk. Hele grote knopen. Ja. En dan heb je dus toch de principiële kwesties. Hè? Dus de boeren, het stikstofprobleem, boeren uitkopen. Wil ChristenUnie eigenlijk ook niet, toch? Dat zijn wel even fundamentele discussies die ze gaan voeren. Ik denk dat ze nu de moral high ground gaan spelen. En zeggen van het land moet bestuurd, zoals Kaag ook al zei. We kiezen gewoon voor verder gaan. En dat zal gebeuren. Ik denk dat ze het niet kunnen permitteren om nog 198 dagen te sukken. Nou, niet 198, maar voor de kerst. Kerstcadeautje. Voor de kerst. Ja, maar dat is toch dit jaar. Dat is dit jaar. Ja. En dan zit Rutte er 11 jaar. En dan hebben we 4 seizoenen geformeerd. En dan hebben we een naam voor het nieuwe kabinet. De Vivaldi-coalitie. Zo, die is lekker. Nou, Sofie, die pakken we nog even mee. Dankjewel, hè. Jij ook. Oh, en volgende week gaan we over hetzelfde praten. Gaat weer hetzelfde. Oh, mijn god. Wat een vak eigenlijk hebben wij met z'n allen hier. Ik doe de tv niet meer aan. Nee.